We gaan straks lekker de keuken in, maar iemand heeft iets uit de keuken meegenomen, zie ik. Ja. Ria Dekker van Brasseria in Dronten. Ja. Je bent eens in de maand bij ons met een heerlijk recept en soms ook met een gast. Ja. En, ik heb Harald meegenomen. Harald die is bij ons in januari gekomen te werken. Ja. En die deed de BOL-opleiding. De wat? De BOL. B-O-L? BOL-opleiding. Ja. En dat wil zeggen dat je 1 dag in de week naar school gaat. Nee, andersom, hè? Gewoon vijf dagen in de week school. Vijf dagen in de week school. En dan... op een gegeven moment dan heb je 1 keer in de periode... moet je een hele periode stage lopen. Ja. Ja. En dat was bij Ria? Dat heeft hij bij ons. Dus jij schrok je natuurlijk wel toen je de eerste keer daar binnenkwam en Ria zag. Ja. Nou ja, dat beviel zo goed eigenlijk. We hadden direct wel een klik met het hele personeel wel, hè? Ja. Ja. En toen zeiden we van, god, wil je niet bij ons blijven? Ja. Maar goed, want in de praktijk leer je natuurlijk heel veel. Veel meer dan in theorie natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En nu heeft Harald de beslissing genomen om de BBL... Ja, BBL-opleiding te doen. Opleiding te gaan doen. En dat wil zeggen dat je 1 dag in de week naar school gaat en 4 dagen werken. Maar wat leer je dan nog op school, die ene dag? Dan krijg je de standaardvakken zoals Engels, rekenen en Nederlands. Ja. En leerweg, loopbaan krijg je. En dan nog ook nog een blok praktijk en nog een blok theorie. En hoe oud ben je? 17. Je bent 17. Ja. Maar je blijft dus dan voorlopig bij Ria ook werken? Ja. En sta je dan in, want je hebt natuurlijk Friteria en Brasseria. Waar sta je dan precies? Dan sta ik bij Brasseria in de keuken. Ja. Ja. En wat is er zo leuk om bij Brasseria te werken? Nou, ik vind het gewoon leuk ik heel veel mag doen. Want je ziet ook heel vaak dat je dan gewoon, als je op stage gaat, niet zoveel mag doen. Maar hier mag ik lekker veel doen. Je wordt gewoon gezien als een volwaardig collega, een personeelslid. Je mag alles doen wat anderen ook doen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel interessant. Ja. Ja. En hoe lang kan je dat dan blijven doen? Hoe lang kun je 2 jaar, hè, zo'n BBL-bedrijf blijven? Ja. Maar wat is in it for you dan, behalve dat je een goedkope kracht hebt? Ja, nou, weet je, hij kan bij ons natuurlijk heel veel leren. Hij wordt wel begeleid natuurlijk door, door onze kok. Ja. En, want dat moet, en want hij snijtechnieken en van allerlei praktijkdingen. Mm-hmm. En weet je... Wij hopen dat als hij bij ons weggaat, dat hij gewoon een zelfstandig werkend kok is. Ja. En daar gaan wij voor. Wij vinden het heel leuk om jongeren op te leiden. En, maar ook niet alleen het koks, ook de efficiëntie, de snelheid, de gastvrijheid. Dat soort dingen. Dat brengen we al bij. Ja, dat brengen wij hem bij. Zoals over 1 jaar of 10 tegen jou zeggen. Wat doe misschien neemt goed? Je dan de zaak wel over. Nee, maar dan kun je zeggen, dat heb ik allemaal geleerd van Ria. Ja. Toch? Ja. Ja, zo is het nou, natuurlijk niet wel, alleen voor Ria. Hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, dat zeggen altijd heel veel mensen ook. Horeca kan je niet leren. Nee, dat zit in je bloed. Dat moet in je bloed zitten. Dat krijg je ook alleen maar, eventueel de aanvullingen, door heel veel ervaringen op te doen ook. Gewoon. Ja. Ja, precies. En vandaar dat hij ook heeft gekozen nu voor die BBL-opleiding. Want dan leer je zoveel in de praktijk. Want wij laten hem dus ook moment. Wel naar de tafels toe gaan. Hè? Naar een gast toe. En vragen van, smaakt het allemaal? Of dat is dat. Uitleggen, gerecht uitleggen. En ja, daar leer je alleen maar van. Ja. En dat is, in het begin is dat allemaal, dat is allemaal onzeker. Maar je leert daar wel zelfstandigheid van. Dus ik denk dat het voor Harald ook heel goed is. Als het 2 jaar voorbij is, ik denk dat je hem nu al mist, hè? Ja, dat... Maar je kan het toch naar die 2 jaar komen? Ja, precies. Hij kan gewoon blijven. Als wil je hij wil blijven, niet zo'n iemand die jezelf op kan leiden... en dat je dan ook denkt van, ik kan hem helemaal precies knelen zoals ik het zelf wil. Zo dat wordt de ideale kracht voor ons. Ja, precies. En hij weet hoe wij werken, hoe ons bedrijf werkt. Wij zijn heel gastvrij, we zijn heel open, onze keuken is open. Nou, dat hebben jullie gezien. Dus iedereen mag bij ons even kijken in de keuken nemen. En dan zie je ook wat er gebeurt, hè? Dus, transparantie, hè? Dat is belangrijk. Ja. Het is niet alleen belangrijk natuurlijk dat het eten gewoon lekker smaakt. Maar je moet ook het gevoel geven hè, dat het gewoon leuk is en gezellig is. En dat het goed smaakt. Want dat kan je al heel veel doen met het gevoel. Ja, precies. En ja. Wat is nou het minst leuk om te doen? Ik denk eigenlijk het minst leuk gewoon in de afwas... Schoonmaken. Ja, schoonmaken. Ja, dat doet Ria niet zelf, hè? Nee, want dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij, ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Nee, maar dat hoort er wel bij. Wij zeggen altijd van, je moet in rustige tijd moet je druk zijn... Mm-hmm. En in drukke tijd moet je rust vinden. Ja, maar je moet het ook zien, hè? Ja. Je moet zien daar waar werk ligt. Leer jij nou ook nog wat van hem? Ja, zeker. Een leuke vraag. Ja, nee, ik leer heel veel. Want ik bedoel, hij is natuurlijk al een jonge god, hè? En ik bedoel, wij zijn... Wij oude mensen. Je doet gewoon op automatisch...
Wouter, ja, ik ga zo op de knie. Maar goed, wij leren van elkaar. En weet je, wij kneden hem. En dan zeg ik, als je dat dan zo doet of zo doet. Ja. Maar goed, dat gaat over en weer. Ja. Want hij doet bijvoorbeeld een biefstuk. En dan doet hij dat in de folie. En zegt, ja, maar waarom doe je dat dan? Ja, dat moet even rusten. Hè? Nagaren, rusten, ja. Bla, bla, bla. Wist je dat zelf niet eens? Ja, nee, want ik... Echt niet? Nee, dat hebben we geproefd vorige week. Ja. Nee, er waren... Nee. Hoeveel man waren er? 16? Grapje. Er waren maar 13 ziek. Dus nee, dat is hartstikke goed. Wat eten we vandaag? Ja, we gaan het niet horen van Ria Dekker. Ze is er wel. Dus je bemoeit je er ook waarschijnlijk mee, hè, als hij het niet goed doet. Maar je hebt eigenlijk een leerling-kok, mag je het zo zeggen, Harold? Ja. Ja, leerling-kok. En jij leert de fijne kneepjes van het vak van Ria Dekker. En nu heeft ze je ook geleerd hoe je op een leuke, boeiende, interessante manier een recept kan bespreken op de radio. Oh. Nee? Nou, nee, ik ben benieuwd. Ik hoop het. Ja. Dames en heren. Harold Stocking. Wat eten we vandaag? Nou, we hebben voor vandaag een broodje biet met mierix-wortel-mayo. Ja. En daar gebruik je voor 4 afbakbroodjes, 4 plakken roka's, 400 gram geraspte bietjes, ja. 1 eetlepel olijfolie, 3 eetlepels mayo, mm-hmm. en 1 eetlepel mierikswortel. Wat is dat eigenlijk? Best pittig, hè? Ja, het is best pittig. Smaakt een beetje naar mosterd. Is een beetje een bruine stengelachtig ding. Oh, zo'n stokstaartje. Ja. En, we hebben hem weer. Ja. Want, maar hij is pittig dus ja. je moet niet denken van, nou, ik doe er even wat extra's doorheen. Nee, niet te veel. Ja, tenzij je wat niet mag. Tenzij je van een bruine stengel aan. Ja. Niks mis mee. Ja. Ga verder. En voor de rest wat veldsla. Nou, als eerst dan vorm je de oven even voor. Ik zou de broodjes inderdaad wel afbakken natuurlijk. Ja, die bak je af. Ze zijn zo droog. Je doet op de onderkant doe je wat kaas. En wat bietjes. Ja. Dat meng je dan eerst met de olijfolie, peper en eventueel wat zout. Ja, lekker. En dan doe je die in de oven. En ondertussen dan ga je even de mayonaise maken. Die maak je met die mierikswortel. Dat kan je gepureerd kopen in een potje. Ja. En dan 1 theelepel water. En dan heb je een soort dressing. En als de broodjes uit de oven komen, dan doe je die veldsla erop. Ja. En wat dressing en dan heb je een heerlijk broodje. Ja. Een heerlijk broodje. Ja. Maar de mierikswortel natuurlijk niet aan het potje, hè? Want bij Ria's Brasserie is alles vers. Nee, wij doen het vers. Maar, ja, nee, snap ik allemaal. Ja, nee. Maar half een warm eten. Nou, maar dan wil ik nog 1 praktische vraag. Want ik had afgelopen weekend had ik ruzie met mijn schoonmoeder. Alweer? Oh, ja, nog steeds. Ja. Een hete luchtoven hoef je niet voor te verwarmen. Zeg ik. Ja, moet wel. Zij zegt, nee, die moet je wel eventjes een paar minuten voor verwarmen. Moet. Is dat nou wel snel of niet zo? Ja. Dan moet je wel even voorvormen. Ja, jammer. Ja, nee, je had het ook aan mij kunnen vragen. Een hete luchtoven moet je alleen, het gaat heel snel. Ja. Dat is toch maar een minuutje of zo? Nee, dat geeft. En je moet het 10% van de temperatuur toch afhalen? Wat normaal op pakken staat? Nee. Want de hete lucht is wat intenser, dacht ik. Ja, dat weet ik ook. Durf je niet te zeggen. Nee. Goed. Dus heb je op dat vlak wel gewonnen van je schoon. Ze heeft alweer gelijk. Goed. Ze heeft alweer gelijk. Dat zeg je, Ria. Ria, je hebt gewoon een eigen microfoon, hè? Want we zijn op de radio. Je schoonmoeder heeft dan wel gelijk, hè? Ja, nee, wrijf mijn neus er nog maar een keertje. Ja, zijn schoonmoeder heeft gelijk. Ja. Heeft gelijk. Ja. Hoe heet je schoonmoeder? Marjan, nee, toch? Nee, zeg ik niet. Harold, vind je het leuk om nog een keertje terug te komen? Want ik vind dat je het eigenlijk, ze is er nu bij, maar beter doet dan Ria. Nou, ik vind het ook leuk, hoor. En de jeugd heeft de toekomst, Mark. Ja, dat is ook. Oh, Marco heet ik, hè? Ja, ik bedoel, je zit mij af te zeiken, maar... Ik moet wel zeggen, trouwens, heel veel mensen, want we hebben natuurlijk ook wat filmpjes op Insta gezet. Heel veel mensen dachten dat jij René de Haan bent. Kijk, ken je dat liedje nog? Deze, dit is hem. Je grijpt ook echt iedere mogelijkheid aan om dit liedje opnieuw te draaien. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind het genoeg ook. Laten we dat mensen rusten in vrede. Dat is ook leuk. Ze is de auto namelijk. Dat wist je niet. Nou. Nee. Nee. Ria, je microfoon staat aan. Die staat aan. Nou. Harold, dank je wel. Ja, en als je de volgende keer weer wil komen, je bent altijd welkom. Ja, bedankt. Ja? Je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. En Ria, hou hem maar, hè? Ik hou hem.